Ja, weet je wat? Bas heeft zich in een jaartje of 4, 5 opgewerkt van een normale scheidsrechter die niet in de picture stond. Door bij misschien wel 15 of 20 programma's per week overal aanwezig te zijn. Dan is hij het fluiten een beetje vergeten. En hij denkt dat hij de grote star nu is en alles maar kan maken en breken, zijn eigen wedstrijd kan fluiten. Maar dat kan niet, want wat hij gisteren bij Fortuna deed, ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Hij bepaalt zijn eigen regels een beetje en hij lapt alles aan zijn laars wat de KNVB zegt. Mijn advies zou zijn, stop ermee en zorg dat je een tv-zender zelf krijgt. En dan kan je de hele dag voor de camera gaan zitten. Is het echt zo erg, ja? Ja, ik vind het echt erg, ja.